Erwin van der Looy, je hebt zojuist de eerste training afgewerkt met de club die voor jou helemaal nieuw is. Wat is je indruk? Nou, veel energie. Dus echt, dat was, vond ik heel positief. Dus die jongens die gingen echt als de brandweer. Dus dat is goed. Ik vond ook bij kwaliteit, bij vlagen prima. Dus mooie start om te beginnen. En we hebben uiteraard nog veel werk te doen om echt erin te krijgen zoals we graag met elkaar willen spelen. Maar dat is ook logisch. Hoe heb jij je plan opgesteld om hier aan het werk te gaan? Nou, ik heb wedstrijden gekeken van de eerste seizoenshelft. Ik heb de selectie bekeken zoals die er op dit moment is. Ik heb gesprekken gevoerd met de directie en met Nico Jan over of we eventueel nog wat kunnen doen en op welke posities wat willen doen. Ik heb zelf een idee over hoe ik vind dat je moet voetballen. Nou, ja, en dat giet je een beetje bij elkaar met de beschikbare spelers die we hebben. En dan ga je een plan bedenken. Betekent dat het plan dat je hebt opgesteld ook met de spelers is besproken? Nee, niet in het verzinnen. Maar ik heb ze vanochtend in een deel van de plannen meegenomen. Zoals ik ze verzonnen heb. En uiteindelijk is dat mijn job en niet de job van de spelers. Die gaan het uitvoeren. Die moeten het zo goed mogelijk uitvoeren. En uiteindelijk is het aan de technische staf om de plannen te verzinnen. En ze ook zo goed mogelijk aan de spelers uit te leggen en trainbaar te maken. Het is 14 dagen geleden dat je benoemd bent als trainer van Heracles. In die 14 dagen, wat heb je gedaan? Nou, veel voorbereid. Gesprekken gevoerd, technische staf, medische staf, directie, beelden gekeken, planning gemaakt van wat gaan we doen de komende tijd. Trainingen gemaakt, hoe ik dat wil. Een aantal presentaties gemaakt voor de spelers, hoe willen we spelen, om ze dat goed uit te leggen. En tussendoor heb ik ook nog met mijn familie gewoon kerst en oud en nieuw gevierd, zoals het ook hoort. Betekent dat dat jij bijvoorbeeld wel teruggekeken hebt naar veel wedstrijden uit de eerste helft van deze competitie? Ja, zeker. Ik hoorde vanmorgen dat er ook nog een speler is afgehaakt. Ja, zeker. Maar dat was al, voor jullie is het vanochtend. Voor mij was dat al wat langer bekend. Dus die heeft gevraagd of die naar een andere club mocht. En dat is geregeld. Oké, dat is zo. Aan de andere kant kijken we ook of we nog ergens iets erbij kunnen krijgen. Dus dan gaan we dat weer compenseren. Betekent dat hij al een nieuwe club heeft? Wat ik begreep wel, maar ik moet je de naam van de club echt, dat weet ik niet. Het is een club ver weg. Goed, er komen twee bijzonder belangrijke wedstrijden aan, RKC en Volendam. Ja. Directe concurrenten. Er moet wat gebeuren. Nou ja, er moet sowieso wat gebeuren, vinden we. Dus we willen sowieso goed voetballen. En we weten dat we de eerste wedstrijden met twee concurrenten te maken hebben. Maar volgens mij komen er nog wel heel veel wedstrijden aan. Dus we willen graag heel goed starten. Daar gaan we ook voor. En daar zullen we alles aan doen. Maar we moeten het ook volhouden. Dus niet alleen die twee wedstrijden kijken. Maar er komt daarna nog een hele rits. Dus we moeten gewoon met elkaar zorgen dat we beter gaan voetballen. Beter gaan verdedigen als team, als individu. En dan, als je beter speelt, dan is de kans op winnen ook groter. Dus daar moeten wij ons vooral op richten. Het is zo dat op dit moment een ploeg is die aardig is afgezakt naar de onderste regionen. Heb jij bij de directie en bij de technische directeur nog op aangedrongen dat er bij moet komen? Nou, daar hebben we wel over gesproken. En ik hoef daar niet eens over erover op aan te dringen. Want ik denk dat iedereen dat wil en dat iedereen dat ook graag wil. En iedereen dat ook weet. Kijk, ook de andere clubs om ons heen, dat merk je nu al, zijn aan het informeren en naar spelers. Of het nou RKC is, of nou Volendam is, of het nou Vitesse is, of Excelsior. Ook onze concurrenten in die regio, die willen zich graag versterken. En ik denk dat dat voor ons ook wel goed is. Als er een extra kwaliteitsimpuls kan komen. Dus daar zijn we zeker naar op zoek. Erwin van der Looy, ik wens jou ontzettend veel succes het komende half jaar. En het jaar daarna bij Heracles Almelo. Hartstikke bedankt.